ben Lois, ik ben een student op de Frank Sanders Academie. En ik ben Jelmer, ik ben ook een student op de Frank Sanders Academie. En leuk dat jullie er zijn, dan kunnen we snel beginnen. Welkom op de Frank Sanders Academie, de opleiding voor musical en muziektheater. Ga gezellig met ons mee, dan laten we je de school zien. Op de Frank Sanders Academie krijg je lessen in spel, zang en dans, maar ook leren we hoe we al deze disciplines bij elkaar kunnen voegen. Zo krijg je bijvoorbeeld les in ballet, wat een goede basistraining is voor elke musical performer, maar ook andere dansstijlen zoals jazz en show musical, van professionals uit het vak die je kennis laten maken en trainen in verschillende facetten van dans. Mogen wij anders even meedoen zo? Naast dans krijg je ook heel veel spellessen. Je begint met wat improvisatie om later in het tweede en derde jaar meer met tekst te gaan werken. Te zijn of niet te zijn? Dat is de vraag. Ook bij de spellessen krijg je les van een groot aantal vakdocenten met ieder een verschillende kijk op het vak. Een musical zou een musical niet zijn als er niet bij werd gezongen. Zo stil op het toneel anders. Ensemblezang, solozang, zangtechniek. We hebben het allemaal in huis om jou klaar te stomen voor jouw toekomst op het toneel. Natuurlijk krijg je ook genoeg vakken waarbij je al deze disciplines in een blender kan gooien, zodat je het kan uitserveren als de meest theatrale smoothie ooit. Compleet met ananasschijfje en glitterparapluutje. Dit doe je overigens niet alleen in de les. In je carrière hier op school zal je heel veel voorstellingen gaan maken. Minimaal 2 per jaar. Want je kan wel heel veel lessen krijgen, maar je hebt er eigenlijk pas echt wat aan als je op de planken kan brengen. Misschien nog wel een leuk weetje trouwens. De stoelen waar wij nu op zitten, dat zijn de oude Carré-stoelen. Momenteel zijn alle jaren bezig met hun praktijklessen. Oftewel, het maken van een voorstelling. Wij dus ook? Dit is het eerste jaar bezig met een nieuwjaarsvoorstelling. Kijk maar even mee. Hey, kijk nou, het is Bas. Een van de docenten bij ons op school. Bas, kan je ons vertellen hoe wij hier op school leren? Eigenlijk is het schooljaar in 4 grote blokken verdeeld. Het eerste blok krijg je lessen. Het tweede blok ga je een voorstelling maken. Dus als het goed is ga je dan in praktijk brengen wat je in de lessen geleerd hebt. Dan ga je weer terug de studio in. En dan heb je weer een lesperiode, theoretische en praktijkvakken weer. En de vierde periode is weer een praktijkperiode. Daar repeteer je en speel je je eindvoorstelling. Dat doen we omdat het een uitvoerend vak is. Het is een praktijkvak. Dus we hebben het idee dat je toch het meeste op de vloer leert door het gewoon te doen. De Frank Sanders Academie bevindt zich in het hartje van Amsterdam, op steenworpafstand van de winkelstraten. Zo heb je dus in de buurt een koffietentje, een supermarkt, een zekere winkel waar men rookworsten en tompoesen kan kopen en een pizzeria. Onze academie zit in het Sieraad. Dat is een oude ambachtsschool waar de tram voor de deur stopt. En omdat de hele school in één gebouw zit en er ook geen andere opleidingen in ons gebouw zitten, hangt er een knusse sfeer. Ja, iedereen kent elkaar wel. Ja, dat merk je ook aan de korte lijntjes tussen studenten en docenten. Dit zijn een paar oud-studenten van ons. Eva Krutse of Buddy Vedder. Zo zie je maar, na deze opleiding kan je overal terechtkomen. Is hij een voorbeeld voor je? Jij bent een voorbeeld voor me. Goed, wij gaan weer repeteren. Hopelijk zien we jou snel bij de auditie. Je kunt je aanmelden via de site. En vergeet je bladmuziek niet te plakken. Doei doei! Doei!